U kunt alle opgeslagen gegevens in uw Media NAV Live Multimedia Systeem wissen en teruggaan naar de fabrieksinstellingen, bijvoorbeeld wanneer u het voertuig verkoopt. Ga hiervoor, terwijl de auto stilstaat, naar de wereldvoertuig van uw multimedia systeem, kies instellingen, dan systeem en tenslotte opties voor reset. Druk op fabrieksinstellingen herstellen om de systeemreset te starten. U kunt ook het voertuig wissen vanuit uw My Dacia account. Ga naar uw My Dacia toepassing, selecteer het voertuig dat u in uw virtuele garage wilt hebben en klik vervolgens op Dit voertuig verwijderen onderaan uw scherm. Geef de reden op waarom u wist en bevestig vervolgens.